politici, hè, die kunnen het niet laten, ja, om goedkoop te scoren. Als sportmensen succes hebben. Ja, altijd hetzelfde liedje. En we hebben het nu weer gezien. Met die gouden medaille bij de marathon, met die Sifan. En daar gaan ze allemaal. Ja, Geert Wilders ook, hoor. Ja. Onze Geert ook even goedkoop scoren. Ja, met de medaille. Maar de meest ordinaire was jongetje Jette. Jongetje Jette, die denkt bij zichzelf, weet je wat ik doe? Ik ga eventjes oppositie voeren over de rug van een gouden medaille. Ja, die denkt even het oranje succesje even uitbuiten. En die begint te zeuren, dan met een simpele vraag aan iedereen. Ja, wat denken we ervan? We moeten meer btw betalen op sport straks. En we gaan bezuinigen op de sport. Dat klopt allemaal wel, ja. Maar dat is nu dit moment, niet het moment om daarmee te komen, jongetje Jette. Dat is buitengewoon populistisch en buitengewoon ordinair. Maar hij deed het wel. Ja, hij doet het wel. Kijk, jongetje Jette, als je dat nou wil, hè, dat soort dingen even stoer doen, dan had je gewoon moeten zeggen, dan had je ook moeten twitteren en tweeten op het moment dat jij die blunder maakte met die windmolens. Weet je nog? Ja, jij had over, jij moest toch die hele Noordzee volbouwen. Ja, en toen bleek ineens, dat kostte 40 miljard extra. Toen had je moeten twitteren en had je je D66-leden eens even lekker ook een simpele vraag moeten stellen. Van, nou luister eens even, die windmolens, ja ik heb me even een beetje vergist, het kost maar 40 miljard extra, vinden jullie dat erg? Kijk, als je dat nou had gedaan, als je nou zo ordinair toen ook was geweest, kijk, dan was je een kereltje geweest.